Met parlementariër Patricia Etnel spraken wij over alle commotie die er nu is rond afschaffen van de subsidies. Dat heeft de minister van Financiën eerder deze week kenbaar gemaakt op een persconferentie. Etnel die gaat er daarop in, maar ook op zaken als inzicht, beleid en leiderschap bij deze regering. Wanneer ik naar de minister luister, dan vraag ik me af over welke afbouw van subsidies hij het concreet heeft. Want laat me dit beginnen te stellen, en ik heb het ook eerder aangegeven in een live van mij. De subsidies voor de belangrijkste doelgroepen zijn vanaf 2016 reeds afgebouwd. Te beginnen bij subsidies voor studeren. We weten, vroeger had je studiesubsidies, dus studenten konden via onderwijs konden ze studiefinanciering krijgen. We weten dat dat is afgebouwd. Studenten kregen geen studiefinanciering meer. En dat heeft de regering Santokki Brunswijk overgenomen. Twee, we weten dat studenten, naast dat ze studiefinanciering konden krijgen, ze ook een subsidies konden krijgen of een financieringsmogelijkheden konden krijgen om in het buitenland te studeren. Dat weten we ook. Voor zij die bijvoorbeeld sporters waren en hun sport, hun skills verder wilden ontwikkelen, had de regeringen van toen mogelijkheden voor die groep jonge Surinamers om naar het buitenland te gaan, om verder te gaan studeren. Die subsidies zijn sinds 2016 afgebouwd. Regering Santokki Brunswijk heeft dat overgenomen en zelfs verder afgebouwd. We kennen de case van de studenten van Cuba, we kennen de case van de studenten van Rusland, dat ze heel lang moesten wachten op hun gelden en dat het ministerie toen ook had aangegeven dat de studenten zoveel als mogelijk in Suriname moesten blijven om te studeren en dat de staat veel meer gebruik zou maken van eigenlijk mogelijkheden die andere landen bieden aan studenten hier om daar te gaan studeren. En dat weten we, China heeft van die projecten waarbij studenten in aanmerking kunnen komen voor beurzen. Ja. Het derde is, we weten ook dat de tehuizen, de kindertehuizen en de opvangtehuizen, die kregen maandelijks of per kwartaal goede subsidies van de staat. Ja, we weten dat het waren echt heel grote bedragen. Die bedragen zijn vanaf 2016 afgebouwd. De regering Santokki Brunswijk heeft het overgenomen met als gevolg dat de opvang- en kindertehuizen met heel veel moeite hun subsidiegelden krijgen. Of soms zelfs helemaal niet. En als ze krijgen, dan is het vaak in de vorm van voeding en drank, maar meer niet. We weten dat de sportverenigingen en de jeugdverenigingen kregen ook subsidie van de staat. Dat is toen ook afgebouwd. Regering Santokki Brunswijk heeft dat beleid voortgezet. Dus wanneer de minister van Financiën mij ons komt vertellen over verdere afbouw van subsidie, waarover heeft hij het? Heeft hij het over de verdere afbouw van subsidies voor de mensen met een beperking, voor de AOV'ers, voor de behoeftige gezinnen? Heeft hij het daarover? Want die worden alleen nog gesubsidieerd door de staat. En wanneer we kijken naar EBS, dan weten we ook dat in 2021 de afbouw van de subsidies zijn aangekondigd door EBS, waarbij alle bedrijven, alle mensen die airco's en dat soort dingen in hun huis hebben, die worden niet meer gesubsidieerd door de staat. Toch? Ze moeten de volle pond betalen. Alleen de mensen die een kleine huishouden hebben en met een paar lichtpunten en een ijskast, die worden nog gesubsidieerd door de staat. En de mensen die het heel erg moeilijk hebben. Dus mijn vraag dan nu is, gaan we die mensen ook niet meer subsidiëren? Als we dat doen, als de minister het daarover heeft, dat wil zeggen, we krijgen een samenleving, want middenklasse is weggevallen, het is arm of rijk. Waarover heeft de minister van Financiën het? Dus de informatie moet duidelijk gegeven worden dat de staat Suriname vanaf toen tot nu toe in de miljarden bespaart omdat ze die groepen niet meer subsidiëren.
Dus wanneer men dat daarover heeft, dan vraag ik me af waarover heeft de minister van Financiën het. En ze praten over subjectsubsidie. De regering heeft tot nu toe niet duidelijk aangegeven wie ze subjectsubsidie willen geven. Ze praten over 60.000 huishoudens. Maar je gaat nu gaan registreren. Nu pas ga je starten met registratie. Wie ga je dan subsidiëren? Want wanneer je hebt geregistreerd, betekent het nog niet dat de persoon in aanmerking zal komen. Want je stelt de registratie open en vrij. Dus wie ga je nou subjectsubsidie geven? Want je zegt, allen met een loon van 6.000 SRD naar beneden. Maar we weten ook dat er nu al wordt gesproken over een armoedegrens van 12.000 SRD. Dus waarover hebben we het? Want je krijgt een gap. En het probleem wat de regering Santokki-Brunswijk creëert, naast dat je de subsidies wil stopzetten. Oké, hoe creëer je dan de kansen en de mogelijkheden voor die Surinamers? Is het op basis van die 1800 SRD? Is dat hem? Dan is het verkeerd. Waar blijft het KMO-fonds? Waar blijft het productiefonds? Waar blijft die hele herstel- en stabilisatiefonds die in 2020 is gecreëerd, waarbij de mensen een deel van hun gelden toch moesten gaan storten? Toch? Want we zouden dat geld nemen en terugstoppen in die maatschappij. Wat is er allemaal gebeurd? Hoe ga je productie creëren? Want je kan die mensen een injectie van 1800 SRD geven, wat bij lange na nog niet voldoende is. Maar goed, jij vindt als regering dat dat het is, dat is dat het. Maar wat zijn de kansen en mogelijkheden die je creëert voor die Suriname, dat hij zelf kan produceren? Want tot vandaag aan de dag, waarbij wij allen die toen in de oppositie waren, ook ik, we hadden onze mond groot over productie. En dit duidelijk wat de regering Santokki-Brunswijk wil hebben met productie. Er wordt veel gezegd, er wordt veel gesproken, maar er wordt weinig gedaan. Dan kunnen we allemaal zeggen, het is de vorige regering en ik ben ervan overtuigd dat iedere Surinamer weet van waar we komen. Niemand kan zeggen dat ze zijn vergeten wat er is gebeurd de afgelopen 10 jaren. Maar nu gaan we 13 jaren verder, want er zijn er nog 3 jaren erop. Wat is er concreet gebeurd dat wij een zekere rust hebben en niks? Toch? En dan zeg je van ja, het volk lijkt te vergeten. Het volk is niet vergeten. Maar het volk leeft ook in het vandaag. Het volk maakt het ook vandaag mee. Of moeten ze steeds terugnemen wat ze eer gisteren hebben ervaren? Nee toch? Dat is een leerles voor ze. Maar als je vandaag geen verbetering brengt, wordt vandaag ook een leerles voor hun. Dan wat wil je dat ze je moeten zeggen? Dat ze je gaan prijzen? Dat ze van je gaan houden? Nee toch? Want je biedt ze ook die mogelijkheden niet. En over 3 jaar of 2,5 jaar, mevrouw Etnel, wat zegt u ten aanzien van inzicht, beleid en leiderschap? Laat me zeggen inzicht, alvast inzicht, moet ik zeggen dat regering Santokki-Brunswijk alle inzichten missen. En je zou wel zeggen, ja maar NPS zit er ook bij. De NPS heeft vaak op zaken geweest en als het niet is, mevrouw Etnel, meneer Plein of meneer Rusland. We hebben vaak op zaken gewezen. Meneer Rusland in het parlement buiten. Meneer Plein in het parlement buiten. Mevrouw Etnel, parlement buiten. Dat men jezelf hoort. Ja, maar ze praat alleen bij Trichul. Maar ze praat ook. Ze praat alleen bij TBN Prime. Maar ze praat ook in het parlement. We hebben steeds op zaken gewezen. Inzicht in de materie mist men. Omdat als we vanaf 2020, deze regering, meneer Santokki had alle kaarten in handen. Met Brunswijk, ze hadden alle kaarten, het volk had ze volste vertrouwen gegeven. Als ze hadden gedaan vanaf 2020 wat ze hadden moeten doen om het volk ready te maken, hadden we vandaag minder schokken. Toch? Inzicht in die materie missen ze, waardoor ze steeds naast de feiten lopen. Waarom? Ze kiezen juist voor de dingen die niet belangrijk zijn.
En de president wil op alles een antwoord formuleren. Wat ik soms heel geweldig van hem vind. Maar ik kan het ook niet begrijpen. Waardoor die mensen denken, maar waarover heb je het? Toch? En wat er ook is, de mensen denken, voor de verkiezing had de president meer inzicht in de materie dan daarna. Want als je al die beelden ziet, iedereen, alles krijg je via je app, via Facebook, alles delen ze. Want ze willen je laten zien van hoe de president toesprak, hoe hij belastingverlagen zou werken, hoe hij het volk meer zou laten verdienen. Dus die man had alles. Wat is er gebeurd? Alle deskundigheden dus. Ach waar. Als het gaat om beleid, mijn mening is, er wordt te veel geschreven, maar er wordt niets concreet gedaan om in Suriname te investeren. Een van de dingen, en daarom zeg ik het ook, kijk, ik denk dat vele van ze en de regering, meneer Santokki, meneer Brunswijk, ze hadden zich gefocust op die olie en gas. Zwaar gefocust, en niet alleen hun, maar bijna iedereen in politiek Suriname dacht, hé, dat gaat die reddende engels heen. Maar dat geeft ook aan dat onze wil om te investeren in dit land, om die productie te brengen waarover we heel veel praten, er niet is.